Ik krijg vandaag weer een huishoudelijke zorg, omdat Rebecca maandag niet kon. En die laten dus weer andere dingen doen, maar het is wel een bekende. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ja, de boel is zo goed als schoon. De vloer moet alleen nog gedweild worden. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag, 10 oktober. En we leven om 1:02. Ja, ik heb koffie voor mijn neus, ik heb mijn lunch voor mijn neus. De diertjes hebben al eten gehad. Er zit er alweer eentje te brullen van ik wil er weer uit. Maar er zit er ook nog eentje te eten. Dus ja, er komt hij er niet in, want anders wordt het stelen. En dat willen we niet, nee. Ja, je miauwt maar een eind heen. Ja, doei, tot later. Maar in ieder geval, ik krijg vandaag weer een huishoudelijke zorg. Omdat Rebecca maandag niet kon. En die laten dus weer andere dingen doen. Maar het is wel een bekende neef. Ja, tenminste voor mij. Niet voor jullie. Zij heeft me voor in november 2 jaar geleden. Heb ik dat goed of is het toch alweer 3 jaar? 2017. November 2017, op 27 november, heeft ze mij zo ontzettend bijgestaan om alles te regelen dat ik naar Den Bosch af kon reizen met spoed, omdat mijn schoonmoeder op sterven lag. Die is toen ook die dag overleden, 's avonds, in mijn armen. En ja, en na die tijd is ze nog een aantal keren geweest. En een hele leuke, lieve vrouw. Ze heet bij toeval ook Astrid van de voornaam. Maar ja, er zijn meer hondjes die Vicky heten vanzelf. Ja, ja. Maar ze komt pas om 2:30, 3 uur. Ik weet juist de exacte tijd niet meer. Ik kijk iedere keer om. Ja, dat is je voorkant. Dan loopt iedereen langs. En ze loopt ook wel eens naar binnen te staren. Daar heb ik een bloedje hekel aan. En dan vinden ze het vreselijk als je gelijk in hun gezicht kijkt. Maar ja, maakt ook allemaal niet uit. Ik heb mijn raam verder open en ik wil mezelf niet opsluiten. Ik wil niet dat ik het dicht pak met dat plakplastic. Wat moderne mensen hebben. Ik ben ook wel modern, maar niet op die manier. Ik hou van warmte, knus, gezelligheid. En dan moet je niet je ramen afplakken, er hoort vitrage voor te hangen in principe overgordijnen of zo. Maar ja, overgordijnen ga je overdag ook niet dicht doen, wel? Nee, ik niet. Is het ook donker. Oh, hij is zielig hoor. Gandalf is zo zielig. Nee, wacht nog maar even op Eowyn. Ja, Eowyn is bijna klaar. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, het is vreemd weer. Het is hier nu op dit moment prachtig mooi weer. Wel hier en daar bewolking, ik zie daar ook blauwe lucht. Dus ja, wat wil je nou nog meer? Maar het waait ook best. Dus ja, ik weet niet hoe het bij jullie in het binnenland is of weet ik van waar jullie allemaal wonen. En misschien is bij jullie wel ander weer, ja. Misschien dat het op dit moment pijpen stelen regent of zo. Om 1:05. Hè? Op 10 oktober. Ja, dat weet ik allemaal niet. Nee. Maar oké, geniet in ieder geval wel van jullie dag. Doe ik ook. En ik zou zeggen tot straks. Doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ja, de boel is zo goed als schoon. De vloer moet alleen nog gedweild worden. Ik ben met de vaat bezig geweest. Zoals jullie allicht kunnen zien. En Frodo's bakje staat nog op de aanrecht. Maar dat blijft nog even nog staan. Omdat de vloer nog gedweild moet worden, et cetera. Maar ze is boven bezig. Dus ja, dat komt allemaal goed. Heb je liever dat ik nu dweil of dat ik eerst naar boven ga? Ik ga dan maar naar boven, want ik ben ook nog bezig. Ja, en dan krijg je die wieltjes er doorheen en dat moet maar niet. Wieltjes van mijn stoel. Nou, dan wordt het ook weer vies.
En dat wil ik ook weer niet hebben. Nee, dat is niet leuk. Dan blijf je ook bezig, hè. En nou, en het weer, ja, we weten het niet. Ik mis buiten wat, ik moet even naar buiten toe. Dus ik kom zo meteen weer even naar het toer. Nou, dat was ik weer. Ja, ik moest snel naar buiten, want er was wat gevallen. Aangezien dat deze lieftallige Astrid, die hier nou is, de sprei buiten heeft hangen en de twee bedkleedjes die hier naast je bed hebben liggen, ook buiten had. En die kleedjes waren gevallen. Nou ja, en dat in de tuin, dat vind ik een beetje vies. Dus gauw uitgeklopt, gauw snel. En ik heb het even ergens anders opgehangen. Ik denk, komt goed, ze haalt het toch straks weer op. Wanneer ze boven klaar is, dus ja, voordat het weer gaat regenen, want je weet het hier maar nooit aan de kust. Want het trekt daar weer heel raar dicht, het is heel raar weer. We zouden de hele dag regen krijgen. Nou, ik heb vanochtend vroeg wel regen gehoord en ook nog zelfs wat gezien. Maar na die tijd alleen maar zon en bewolking. Ja, heel raar. Maar oké, maakt niet uit. Ik heb koffie staan. En ik hoor een berichtje binnenkomen, ga ik ook zo even naar kijken. En ja, het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ik zou zeggen, geniet er wel van, hè. Ja, wel doen. Ook koffie nemen, of een bakje thee nemen, of wat dan ook. Maakt niet uit. Lekker genieten. Tot later.